Goedenavond en welkom bij Ter Zake. Rusland slaapt terug en nu tot in Kiev. Iris de Graaf vertelt ons meer vanuit Moskou. En hoe moet het Westen hier voort op reageren? We praten met defensieminister Ludovic de Donder. We gaan live naar Willy Klaas en Jan Baljouw analyseert hier aan tafel. En de wedstrijd maakt zich klaar voor de State of the Union van premier De Croo. Anne van Rentergem volgt het op de voet. Het is maandag 10 oktober. Welkom bij Ter Zake. Wat zou Poetin ondernemen? Dat was de vraag na de aanslag afgelopen weekend op de Krimbrug. Wel, Poetin heeft breed van zich laten horen met raketaanvallen in Kiev, maar ook op heel wat andere plaatsen. Stijn Verkruijsen. Я просто честно не понимала, что происходит. Я пошла, сидела в комнате, там где окно было. И я просто вижу, как летят осколки, слава богу, в меня не попало. In de loop van de ochtend worden tientallen Russische raketten afgevuurd op meer dan 10 steden verspreid over heel Oekraïne. Ze zijn gericht op energieinfrastructuur zoals elektriciteitscentrales, maar voor het eerst ook op het centrum van Kiev. Duidelijk burgerdoelen, zoals deze voetgangersbrug. Of zoals dit populaire park, een bomkrater naast een speelplein. Een raketaanval tijdens het spitsuur, als vele mensen naar hun werk vertrekken. I'm in Kyiv, Ukraine, October 10th, 2022. Russian terrorism at its worst. A Ukrainian civilian dead in the center of the street as the first responders working rapidly to put out the rest of the plane. This attack, another attack, continued attack of Russia on Ukraine, killed civilians, and this war and so-called free world must help us Ukrainians, continuing help us Ukrainians to stop this genocide. Скоріше за все, це просто помста за удар, за вибух на Кримському мості. Я так вважаю. І нічого більше. Оця масова атака по всій Україні тільки через це помста, нічого більше. Deze massale aanval is, zo bevestigt Poetin vandaag, inderdaad een vergelding voor de aanslag van zaterdag. Een bomauto vernielt de Krimbrug, althans gedeeltelijk. En dat is een kaakslag voor president Poetin, die de brug 4 jaar geleden persoonlijk kwam openen. De brug werd gebouwd na de illegale annexatie van de Krim, een Oekraïns schiereiland bij Rusland, in 2014. Het is een prestigeproject voor president Poetin, een belangrijk symbool. Want de brug verbindt de Krim met het Russische vasteland. Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова, историческим днем. Благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. We gaan naar Iris de Graaf in Moskou. Goedenavond. Ja, die Krimbrug was zo belangrijk voor Poetin. Hij heeft vandaag flink teruggeslagen. Wat is daarover gezegd? Hoe is dat daar allemaal binnengekomen? Ja, die Krimbrug is strategisch, maar ook symbolisch natuurlijk ontzettend belangrijk voor Poetin. En we hoorden hier al maanden dat een aanval op de Krim of op die Krimbrug, dat een rode lijn zou zijn met ongekende gevolgen.
Nou, inmiddels is wel duidelijk dat die raketaanvallen van vandaag als antwoord op die aanslag op de Krimbrug waren. Dat zei Poetin vandaag ook zelf. Ja, hij zei dat is een terroristische aanslag. En daar moeten wij op reageren. En dus die grootschalige raketaanval op meerdere steden in Oekraïne. Poetin en de Russische staatsmedia die hebben het vandaag alleen over aanvallen op militaire en economische doelwitten. Er wordt hier vandaag in elk geval niet gesproken over burgerdoelen of over burgerslachtoffers. Zoals we dat natuurlijk wel in Oekraïne zien. Ja, ja, een duidelijk verschil. Nu, zal Poetin doorzetten met die brede aanvallen en heeft hij ook nog voldoende materieel om dat te kunnen doen? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag hier. Het ministerie van Defensie die zei vandaag dat voorlopig alle doelen zijn bereikt. Maar Poetin zei vandaag ook in zijn toespraak dat als dit soort dingen zich herhalen, dus aanvallen op wat hij tot Russisch grondgebied rekent, dat Rusland zich dan het recht voorbehoudt om keihard te reageren met dus wat er vandaag is gebeurd als voorbeeld. En ik ben geen militair analist, maar we hebben natuurlijk de afgelopen tijd wel gezien dat het niet goed gaat met het Russische leger. Dus het is nog maar de vraag of ze dat logistiek en ook qua materiaal, of ze dat kunnen waarmaken, laat staan op de lange termijn. Ja, je hebt het over het Russische leger. Er is daar nu een nieuwe opperbevelhebber voor die operatie in Oekraïne, Surovikin. Wat, die man is heel omstreden. Hoe zou jij hem omschrijven en wat kan dit allemaal betekenen? Ja, allereerst laat dat zien dat het niet alleen een antwoord is op de Krimbrug, maar dat het ook een antwoord is op de woede en onvrede die al een paar weken, bijna al maanden, heerst in Rusland zelf, onder de nationalisten, de hardliners, de mensen rondom Poetin. Die roepen eigenlijk al weken op dat Poetin veel harder moet ingrijpen in Oekraïne tegen het Westen. En Poetin moet daar iets mee, hè, wil hij zijn geloofwaardigheid niet verliezen. En wat je ziet is dat hij inderdaad afgelopen weekend dus een nieuwe generaal heeft benoemd tot opper bevelhebber. Surovikin, hij is een genadeloze generaal en is berucht om zijn keiharde optreden, bijvoorbeeld in Syrië, maar ook de oorlogen in Tsjetsjenië. En hij heeft dus de leiding gehad, ook over die grootschalige aanval die we vandaag hebben gezien. Ja, en dat laat toch wel zien dat Poetin een boodschap in elk geval wil uitzenden, al dan niet naar zijn eigen bevolking als naar het Westen, dat hij er niet voor terugdeinst om nog harder in te grijpen dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. Oké, dankjewel Iris de Graaf vanuit Moskou daar. Ja, Iris zei het al, na die aanval op de Krimbrug wou Poetin een fors signaal geven. Een signaal aan Oekraïne, jullie hebben de oorlog niet gewonnen. Er waren aanvallen in heel Oekraïne, maar het lijkt toch de moraal bij de mensen daar niet te kunnen kraken. Stijn Vallen kon praten met Nathalie. Zij moest vandaag onderduiken in een schuilkelder. After the strikes, after we saw the explosions and with some destroyments in the city, it only made us fiercer, angrier. It doesn't scare anybody, as I see, as I'm asking other people. No, everybody is determined not to surrender and to stay till the end. Like, it doesn't change anything. Everybody was celebrating that attack. But everybody was also expecting the answer after that. But we actually believe and consider it's not the answer. We are fighting our lands back. They are not answering us. No, it's we are answering, taking our lands back. Russia must feel that they are not safe in this situation because they act like they will never get a revenge or something. And this attack showed that, hey, we can reach you and you are not in the safe place, the same that you are threatening everybody here in Ukraine. So that's the only, oh, I'm so sorry, there is another siren. So I think we should head to the shelter. Ja, en toen was het afgelopen. Jan Baljouw, goedenavond. Dit is maar één getuige, maar we horen dat ook uit andere verhalen. Het is opvallend hoe volhardend en ja, hoe sterk de moraal daar blijft. Ja, die onverzettelijkheid is ongelooflijk. Ik ben zelf in Oekraïne geweest eind mei, begin juni. En ik heb daar niemand ontmoet. Ik heb met heel veel mensen gesproken. Niemand ontmoet die voorstelde om met Rusland te gaan praten. Iedereen wou doorvechten tot het einde. Ook zelfs
pro-Russische politici die helemaal hun opinie hadden gekeerd. Wat natuurlijk nu gebeurd is, ja, dat zal de opinie van heel veel Oekraïners over Rusland en de Russen niet beter maken. Hè. Ze hebben al gezien door bijvoorbeeld wat er in Bucha gebeurd is, de massamoorden in die voorstad van Kiev, ja, dat Rusland in hun ogen geen respect heeft voor het individu. En nu zien we weer aanvallen, ja, met raketten op plaatsen waar heel veel burgers waren, waar ook burgerslachtoffers vallen. Dus dat gaat dat gevoel, die opinie over Rusland en de Russen nog versterken. Iets waar de Oekraïners duidelijk niets meer mee willen te maken hebben. Ja, want dat valt ook op. Het zijn ook op burgers gericht, op infrastructuur. En eigenlijk niet echt op presidentiële paleizen. Of, er wordt heel gericht toegeslagen. Ja, dus als je ziet naar welke doelen geraakt zijn, was het duidelijk de bedoeling vooral om de stroomvoorziening van het land te treffen, om die uit te schakelen in de mate van het mogelijke. De elektriciteit. Dat is, ook deels gelukt. Hè. In Lviv bijvoorbeeld zit de stad voor 90% zonder stroom. Oekraïne is ook moeten stoppen met het exporteren van stroom naar het buitenland. In Kiev was er het bericht dat de stroom 2 uur ging afgesloten worden om die hele stroomvoorziening in het hele land terug stabiel te krijgen. Dus er is duidelijk wel een probleem met die stroomvoorziening. Maar een aantal objecten, strategische objecten, zoals inderdaad het presidentieel paleis, het parlement, het ministerie van Defensie, plaatsen waar beslissingen worden genomen, ook over het offensief dat Oekraïne nu bezig is, zowel in het oosten als in het zuiden, die zijn nog altijd niet getroffen. Nee, waarom niet? Dat is vrij moeilijk te begrijpen. De enige verklaring die ik heb, is dat die gebouwen ook dichtbij historische gebouwen liggen. En Kiev is voor veel Russen toch nog altijd een beetje een soort heilige stad, hè, de bakermat van de Russische beschaving, dat misschien Rusland het niet aandurft om die gebouwen te treffen. En natuurlijk, we weten ook dat die Russische kruisraketten, die precisiewapens zogezegd, niet zo heel precies zijn en dat het af en toe misgaat. En ik kan me ook voorstellen dat het voor Moskou moeilijk nog te verkopen valt dat die gebouwen zouden worden platgelegd en dat eventueel nog andere gebouwen die veel waarde hebben voor Russen, dat die ook geraakt worden. Het was natuurlijk te verwachten na die aanval op de Krimbrug dat er een forse reactie zou komen van het nucleaire. Blijft men voorlopig weg? Ja, dat heeft het Kremlin ook wel meteen duidelijk gemaakt, dat dit niet ging om een nucleaire reactie. Mm-hmm. De doctrine in Rusland is duidelijk. Het voortbestaan van het land moet op het spel staan. Je kunt moeilijk zeggen dat door die aanslag op die brug naar de Krim, dat daardoor het voortbestaan van heel Rusland bedreigd wordt. Maar het was wel duidelijk, dit was zo symbolisch, die aanslag. Die brug is het meest strategische object in Rusland, waarbij Poetin ook persoonlijk betrokken is geweest. We hebben het nog gezien, hij was aanwezig tijdens de opening. Ja, er moest een antwoord komen. Vooral ook omdat Poetin de laatste maanden onder heel zware druk stond van zijn hardliners, om bij wijze van spreken de handschoenen uit te doen en echt oorlog te voeren. Met vandaar ook die opperbevelhebber die nu op het veld wordt naar voren wordt geschoven. Ja, die staat daarvoor onbekend. Hè, dat voor hem is terreurzaaien onderdeel van oorlogsvoeren. Hij heeft dat dan weer toegepast in Syrië tijdens het beleg van Aleppo. Die stad is voor een groot deel tot puin herleid, onder meer door Russische bombardementen. En die Surovikin is nu eigenlijk de echte commandant van heel de operatie en kan dus alle elementen van de Russische strijdkrachten nu inzetten in Oekraïne. En dat hebben we vandaag onder meer gezien. Jan, we praten dadelijk voort, maar we gaan eerst even breder kijken, want bij elke stap die Poetin zet, is het de vraag hoe het Westen zal reageren en wat er moet gebeuren om een verdere escalatie te vermijden. We hebben de vraag voorgelegd aan onze defensieminister Ludovin de Donder. Ze sprak vanmiddag met Willem van Mullen. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase de l'escalade que fait Poutine depuis le début de cette invasion. Nous condamnons évidemment fermement ces nouvelles attaques envers des infrastructures énergétiques, envers des infrastructures civiles et le nombre de blessés et de tués que ça a généré. C'est une fois encore inadmissible et comparable certainement à des crimes de guerre. Vorige week nog werd op een informele Europese top beslist dat er vanuit het Westen financiële, humanitaire en militaire steun zal blijven gaan richting Oekraïne.
Nous avons envoyé du matériel létal, non létal, à l'Ukraine depuis le début de l'invasion, que nous continuons à le faire. Nous sommes aujourd'hui à environ 50 millions d'euros qui a été envoyé sous la forme de matériel militaire. Il y a des décisions au Conseil des ministres qui sont passées pour continuer à envoyer ce matériel dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et puis je viendrai avec de nouvelles propositions au Conseil des ministres pour continuer cet appui, que ce soit par du matériel létal, que ce soit par du matériel aussi de protection. Kunt u ons eens een voorbeeld geven van wat wij dan als België in de komende weken of maanden, zoals u zegt, wat wij concreet zullen sturen aan materieel? Alors dans les prochaines semaines, on apportera certainement des véhicules, des ambulances, mais également des gilets pare-balles, de l'équipement pour l'hiver, aussi pour les soldats. Deze week komen de ministers van Defensie van de EU en die van de NAVO-landen nog bijeen om de toekomstige strategie in deze oorlog te bespreken. De Oekraïners zullen daar ook hun vragen voor extra militair materieel op tafel leggen. De vraag blijft: hoe deescaleren? En wat is de uitweg uit deze oorlog? Is dat nog mogelijk via dialoog? Je pense toujours qu'il est possible et de toute façon il n'y a pas d'autre moyen que de pouvoir négocier une sortie. En dus Poetin ook een uitweg bieden uit het conflict. Il faut évidemment que Poutine puisse participer à ces discussions. Oké, van harte bedankt voor uw tijd, mevrouw de minister. Ja, het Westen blijft Oekraïne steunen met militair materieel. Willy Klaas, goeie avond geweest, topman van de NAVO. We zien hier de afgelopen dagen weer een escalatie. Hoe risicovol is dit voor het Westen, denkt u? Ik denk dat we niet mogen onderschatten dat dit keer we het point of no return ongeveer bereikt hebben. Om te beginnen, met alle respect voor de prestaties van de militairen in Oekraïne, laten we het toch zeggen zoals het is. Het is dankzij de hulp en de steun, voornamelijk van de Verenigde Staten van Amerika, dat Oekraïne militair overleeft. Wapenleveringen, instructeurs, zeer belangrijke informatie via de satellieten, de geheime diensten en zo meer. Het is dankzij Amerika dat Oekraïne verder kan zich verdedigen. En Amerika heeft een dubbele rode lijn getrokken. De eerste rode lijn was duidelijk. Wij gaan niet rechtstreeks in confrontatie met Moskou. Dus geen NATO-interventie, dat is duidelijk. Tweede rode lijn, er mag niet getornd worden aan de nucleaire wapens, onder geen beding. Dat is de eerste keer voorzichtig gezegd. Deze keer is het zeer duidelijk door de president, publiek herhaald. En we weten dat de veiligheidsadviseur van het Witte Huis een heel gepeperde nota ter zake heeft neergelegd in Moskou. In geval jullie Russen nucleaire, zelfs tactische nucleaire wapens gebruiken, dan zal de repliek zeer hard zijn. Ik ken de inhoud niet van de nota, maar die moet bijzonder gepeperd zijn. Dus dubbele op dat punt rode lijn die getrokken is. Maar wat we wel moeten begrijpen is, en daar is het niet zeer duidelijk, Poetin is ook in de hoek gedreven. Hij heeft dus ook rode lijnen. En ik denk dat bij de aanval op die fameuze brug niet alleen strategisch en tactisch, maar ook symbolisch, de rode lijn praktisch geraakt is. Ja. En dus op dat punt denk ik dat het voorzichtig zou zijn dat de Amerikanen de Oekraïners heel goed begeleiden in de keuze van de objectieven en van de strategieën die zij moeten gebruiken in de loop van de komende weken en maanden. Ja, dank u wel, meneer Klaas. Heel kort nog, dat point of no return, wat bedoelt u daar precies mee? Wel, je weet niet hoe een kat in de hoek gedreven gaat reageren. En dus, je weet niet goed hoe Poetin, die existentieel zichzelf moet verdedigen wat zijn toekomst aangaat, hoe hij zou reageren indien nog dergelijke uitdagende interventies zouden gebeuren. Op dat punt is het zeer gevaarlijk. En dus, ik denk dat wij moeten blijven steunen, maximaal, maar dat er moet begeleid worden wat de tactiek en de aanpak betreft. Willy Klaas, dank u wel voor uw tijd vanuit Hasselt. En we gaan erop door met Jan Baljouw.
Een bezorgde Willy Klaas, point of no return. Hoe schat jij dat in, Jan? Ja, we zitten natuurlijk in een zeer gevaarlijke escalatie, ja, sinds onder meer de toespraak van Poetin op 21 september. Ja, toen heeft hij eigenlijk een weg gekozen die iedere diplomatieke oplossing bijna uitsloot. En heeft hij zijn eigen politiek voorbestaan gekoppeld aan het succes van de operatie in Oekraïne. Hij heeft zelfs zijn politiek lot op het spel gezet door die mobilisering aan te treffen. En het probleem in dit conflict is dat die zogenaamde rode lijnen voor Rusland veel minder duidelijk zijn. Dus niemand weet hoe ver dat we kunnen gaan, dat Oekraïne kan gaan, vooraleer die rode lijn wordt overschreden. Dat is ook, denk ik, voor Rusland niet duidelijk. Hè. Er was vooraf gezegd, een aanval op de brug in de Krim, dat is een rode lijn. Nu blijkt dat toch geen echte rode lijn is. We weten eigenlijk nooit. Het is heel fluïde. Dus het hangt af van de omstandigheden, van de machtsverhoudingen ook in Moskou, wanneer Moskou zal beslissen of die rode lijn al of niet wordt overtreden. Ja, dus heel moeilijk in te schatten hoe die escalatie voort kan verlopen. Nu Jan, is er op dit moment eigenlijk enige uitweg uit dit conflict en wat kan dat dan zijn? Diplomatiek zie ik momenteel geen uitweg. Nee. Je kunt wel zeggen, we moeten een dialoog krijgen, maar je hebt wel partijen nodig voor zo'n dialoog. Je kunt moeilijk een dialoog met jezelf voeren. En ik zie zowel in Oekraïne als in Rusland op dit moment geen bereidheid om aan tafel te gaan zitten. President Poetin heeft zelf nog de lat veel hoger gelegd door die mobilisering, door de annexatie van die bezette gebieden in Oekraïne. En in Oekraïne zelf sluit men zelfs, er is een wet gestemd die ieder gesprek met president Poetin uitsluit, dat heeft president Zelensky zelf laten stemmen. En men denkt natuurlijk daar dat men militair nog de Russen kan helemaal terugdrijven. Dus beide kanten, zowel Oekraïne als Rusland, trekken vooral momenteel die militaire kaart. En zolang dat blijft duren, denk ik dat je moeilijk tot gesprekken zou kunnen komen. Er is een beetje hoop dat de winter de gevechten letterlijk zal bevriezen. Mm-hmm. Maar ik ben zelf aan het front geweest in het putje van de winter in Oekraïne. En er werd daar toen hevig gevochten. Dus ik ben niet zeker dat de winter dat effect zal hebben. Ter afronding, deze week is er nog overleg van de buitenlandministers en ook de NAVO, de defensieministers liever. Wat moeten we daar nog van verwachten en wat is volgens jou de aangewezen houding die het Westen nu voort moet aannemen? Ik denk dat het Westen heel goed moet nadenken van inderdaad hoe ver wil het Westen gaan in de steun voor Oekraïne. Het klopt inderdaad wat meneer Klaas zei, van Oekraïne kan alleen maar dit verder zetten met steun van het Westen. Maar natuurlijk, het Westen zit nog met een ander bekommernis, dat die steun niet die rode lijn mag overschrijden, waar die dan ook zou liggen. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten die lange afstands HIMARS-raketten niet levert, tot 300 kilometer, dat er ook geen gevechtsvliegtuigen worden geleverd, omdat men het gevoel heeft in het Westen dat dat echt een overschrijding zou zijn van de rode lijn. En dat is iets wat het Westen tot ten allen prijzen wil vermijden. Ja, benieuwd hoe dit voortgaat. Toch wat sombere vooruitzichten, maar wel weer helder toegelicht alweer. Dank je wel, Jan. En we gaan nog even naar de wedstrijd ter afronding. Goedenavond, Anne van Rentergem. Ze zijn daar bezig aan het finale begrotingsoverleg. Morgen is er de State of the Union van premier De Croo. Hoe loopt het daar en wordt het nachtwerk? Wat denk je? Het wordt een nachtje door, daar kunnen we van uitgaan, denk ik. Een minister aan tafel stuurt me ook net nog de laatste loodjes wegen, zoals steeds het zwaarst. Maar we hebben nog tot morgen vroeg. Het was ook zo vorig jaar. Rond 9 uur 's ochtends is er toen een akkoord geweest. En ook dit jaar zijn er weer dezelfde discussies tussen de verschillende partijen, ideologische discussies. Al heeft het ook wel een beetje extra geknetterd, denk ik, door dat voorstel, die aanzet tot fiscale hervorming van de minister van Petegem van CD&V afgelopen vrijdagnacht was dat. Ja, dat valt wel op, die fiscale hervorming waar Van Petegem op doelt. Daar komt heel wat reactie op, maar de premier lijkt maar lauw enthousiast. Hè? Hoe zit dat precies?
Ja, om twee redenen. Lauw enthousiast. Eén, de timing. Men zegt, ja, vrijdagnacht werd daar plots een voorstel met cijfers op tafel gelegd. Niemand had dat eigenlijk verwacht. Al zegt het kabinet van Petegem natuurlijk wel. Ja, iedereen wist wel dat we bezig waren met een fiscale hervorming. En er waren wel al contacten geweest met het kabinet van de premier. Maar daarnaast was het ook erg becijferd. Terwijl de premier het eigenlijk liever op het algemene principes wou houden in een document. Het gaat natuurlijk wel verder dan dat, dat voorstel. Om er even bij te halen, wat stelt minister Van Petegem precies voor? Dat gaat eigenlijk om de belastingvrije som op te trekken van 9.000 naar 13.000 euro per jaar. En dat zou dan netto ruim 1.300 euro per jaar moeten opleveren. Dat is een oefening van in totaal 6 miljard. Nu, de andere partijen vonden de timing van Van Petegem ook vreemd, maar het is niet zo dat zijn voorstel helemaal op een koude steen belandt. Het gevoel heerst wel een beetje dat er misschien inderdaad wat verder moet kunnen gegaan worden dan die algemene principes. En de scope wel duidelijk zou mogen zijn. Dat zeggen bijvoorbeeld ook de socialisten. Maar goed, het is afwachten. Hè. Velen hebben het gevoel, ja, nu moeten we het doen. Dit is het momentum om nog een doortastende hervorming te kunnen invoeren. Want als we nu wachten, zitten we dichter tegen de verkiezingen en dan gaat dat niet meer. Maar er is natuurlijk niet zo heel veel tijd meer tot die State of the Union. Dat beseft iedereen. En het is ook niet zo, laat ik mij vertellen, dat CD&V hier opnieuw een breekpunt zal van gaan maken. Zoals we gezien hebben bij de septemberverklaring over de kinderbijslag. Ja, afwachten wat de nacht daar brengt nu. Als we kijken naar dat financiële plaatje, Anne, er zijn al heel wat beloftes gemaakt in de afgelopen periode. Extra geld voor de politie, voor het loon van de ambtenaren. Maar het lijkt toch dat die beloftes, ja, serieus onder druk komen te staan. Absoluut. Het lijkt echt niet haalbaar om die volledig nog binnen te halen, die beloftes die gebeurd zijn. Als we kijken naar de cijfers, is er op dit moment een budget van 600 miljoen euro voor de komende twee jaar om nieuw structureel beleid, zoals dat dan heet, in te voeren. En daar horen ook die sectorale akkoorden bij. Die zijn gesloten, bijvoorbeeld door minister De Sutter voor de federale ambtenaren. Dat gaat over onder meer een aantal loonsverhogingen. En dat kost ruim 260 miljoen voor de komende twee jaar. Minister Verlinde heeft bij de politie ook loonsverhogingen beloofd. Dan kom je eigenlijk ook aan een 240 miljoen per jaar. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar nog een aantal vragen, zoals van minister Gilles Quinet, bevoegd voor de NMBS, die een heel ambitieus voorstel op tafel legt voor de komende 10 jaar. En als je het dan berekent, eigenlijk 800 miljoen vraagt voor de komende 2 jaar. Ja, dan zie je meteen, en ik heb echt nog niet alles opgesomd wat gevraagd wordt, dat het allemaal niet haalbaar is. Sommige bronnen fluisteren over een halvering van de beloftes als uiteindelijke doel. Maar we gaan moeten afwachten. Het zal passen in een grotere evenwicht, natuurlijk. Ja, nog even, Anne. Er wordt vaak gezegd dan bij al die beloftes, we gaan geld halen bij de overwinsten. Daar is al zoveel over gezegd en geschreven. Wat mogen we daar nu eigenlijk echt finaal van verwachten? Wel, minister Van der Straten van Groen had een best case scenario, zeg maar, van 4,7 miljard euro dat die overwinsten zouden opleveren. Maar als we nu rondvragen, dan zijn die budgetten al een pak lager geworden. Sommigen spreken over 2 miljard, 2,7 miljard eventueel voor de komende tijd. Maar dat is dus wel een pak minder. Nu, ik moet er wel bij zeggen dat het altijd moeilijk is om daar cijfers op te plakken, want alles hangt natuurlijk af van hoe de energieprijzen evolueren. Minister Van der Straten heeft ook nog een extra voorstel op tafel gelegd om te bekijken of de overwinsten afgeroomd kunnen worden van dit jaar, retroactief eigenlijk. Maar er zijn toch wel vragen bij of dat wel haalbaar is. Dus het is niet zeker of dat gaat lukken. En al dat geld dat bijeengeraapt wordt, moet natuurlijk naar de energiemaatregelen rechtstreeks gaan en naar niks anders. Dus er is al heel veel gepraat, maar er moet nog heel veel gepraat worden. Ik heb het nog niet eens over de automatische loonindexering gehad natuurlijk en hoe de werkgevers geholpen moeten worden door de federale regering om dat te kunnen blijven betalen. En men spreekt over voorstellen van werkgeversbijdragen twee kwartalen te verminderen en daarna twee kwartalen uit te stellen qua betaling. Maar goed, dat is ook nog allemaal zaken die moeten besproken worden. Dus ze zijn hier nog even zoet voor de komende nacht. Morgen meer waarschijnlijk. Nog veel te bespreken. Hopelijk wordt het niet te laat voor jou daar, Anne. Dank je wel. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Ter Zake. Morgen is Kathleen er weer. En nu dadelijk kan u kijken naar de afspraak met Bart. Tot later.